Nou, onderwaterhockey is een sport dat lijkt op veldhockey en ijshockey. Want de puck is bijvoorbeeld zoals bij ijshockey en de bakken lijken een beetje als veldhockey. Een cap, net als bij waterpolo, snorkel met een extra bitje eraan en een onderwaterhockeybril, ook wel duikbril. Een puck, dan heb je je sticks, handschoen, finritenis met een fin. Het is ook wat agressiever dan de meeste mensen denken. Het ziet er heel slow motion uit, ook als je ze boven water ziet zwemmen, misschien op de beelden straks. Maar onder water gaat het heel hard en snel.